Van harte welkom, dit is een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel met ook in deze aflevering weer een aantal leuke gasten, Sari. Leuke gasten, we gaan praten met Dick Dirksen, die gaat vertellen over de jazzmiddagen die georganiseerd worden van 2 tot 5. En we hebben natuurlijk onze vaste onderdelen, het bloemetje, de straatpraat. En de eerste gast, dat is Bobby van der Wijnen en Bobby is een nieuwe ster van de Stads TV. Ja, dat is zo. Dat is ik moet zeggen, het is wel weer lang geleden hier, hè? Aan tafel dan. Aan tafel, ja. We hadden hele snode plannen in het begin van het seizoen. Ja. Daar gaan we meteen mee aan de slag. Voor je het weet ben je een paar maanden verder. Maar het gaat nu echt gebeuren. Er gaat een hele programma komen. Klopt. Hoe gaat dat heten, Bobby? Sjoelen voor goede doelen. Sjoelen voor goede doelen. Ja. Dat lijkt alsof we ergens een draak mee gaan steken. Op Setiels goede doelen, hè? Goede doelen. Sjoelen voor goede doelen. Ja. De naam is goed. Vertel, wat is het? We hebben een conceptje bedacht. Misschien dat mensen het kunnen herinneren, met Appelpop heb ik eenmalig een soort presentatietje gedaan op Appelpop. Nou, dat was hartstikke leuk. Vond ik zelf ook heel leuk om te doen, maar toen ben ik ook gaan denken van, wat zijn dan een beetje programma's die ik leuk vind of die past. Ja, of misschien wat ik wat ook scoort. Ja, wat misschien ook leuk is voor Stads TV. Ik ben ook ambassadeur voor Spieren voor Spieren, maar dat is natuurlijk een heel groot concept. Ik dacht van, ik wil zelf ook nog iets daarnaast doen wat ik leuk vind en wat misschien ook nog amusementswaarde heeft. En toen ben ik op het idee uitgekomen om een sjoelbak te laten maken. Een sjoelbak die dan, gewoon zoals mensen echt ouderwets een sjoelbak kennen, hè, met oudejaars. Het blijft een Nederlands dingetje, zeg maar. En daar gaan we mee door de stad, door de binnenstad in Tiel. Gewoon sjoelbak onder de arm? Gewoon sjoelbak onder de arm, boven op het hoofd, maakt allemaal niet uit. Gewoon wat net even op dat moment leuk is. Die wordt neergezet. Willekeurige mensen worden aangesproken. Er gaat vooraf een praatje mee worden gemaakt. Gewoon een algemeen praatje. Dus niet geen diepte-interview. Het is niet dat het per se over een goed doel moet gaan of gewoon een leuk praatje. Over wat die mensen beweegt of doen. Het moet gewoon een luchtig praatje zijn. Vervolgens mogen die mensen die mogen gaan sjoelen. We hebben er een hele leuke naam voor de bak verzonnen. De Stads TV Sjoelen voor Goede Doelen Sjoelbak. Dat past er allemaal op. Ja, we hebben al geprobeerd om het ook in beeld te krijgen, maar dat gaat niet helemaal werken qua tekst. Maar in ieder geval, dat wordt de naam voor de sjoelbak. De sjoelbak is iets groter gemaakt en allemaal wat aanpassingjes. Nou, dat gaan jullie vanzelf allemaal zien. Vervolgens mogen die mensen dus gaan sjoelen. Die krijgen een paar stenen, krijgen 4 stenen. En die gaan dan prijs schieten, zoals we dat noemen. Dus dan hebben ze, zoals op een normaal sjoelbak, zitten er 4 gaatjes in. Hier zitten ook 4 gaatjes in, alleen een iets andere nummering. Hoe is de nummering? Normaal gesproken heb je van een sjoelbak 1, 2, normaal heb je 1, 2, 3, 4. Nou, ja. Op onze sjoelbak is het 1, 2, 5 en 10. En dat staat gelijk voor het aantal euro's. Oh, wow. Ja. Dus de mensen mogen 4 keer sjoelen. In elke aflevering zijn er 5 personen. Dus je kunt maximaal 40, als je heel goed bent, kun je, als je heel 40 goed bent, euro kun je 40 bij elkaar euro. Ja. En wat dan de bedoeling is, uiteindelijk worden alle bedragen bij elkaar opgeteld. En dan 1 keer per maand wordt er een bedrag wat bij elkaar is gesjoeld door de mensen uit Tiel, wordt overgemaakt naar een goed doel in Tiel. Ja, wat voor soort goede doelen hebben we dan? Tielse initiatieven? Ja, echt puur Tielse initiatieven. De dierenambulance, de voedselbank, et cetera. Dus echt Tielse. Wij gaan zomer door. Ja, bijvoorbeeld. Dat is een heel goed doel. Ja, de kapper en dat soort dingen. Dat soort dingen, ja. Mooi initiatief. Ja. En dat kan dus nog best wel in de papieren lopen. Ik bedoel, als er goed gesjoeld wordt, dan wordt er ik ben heel een 800 euro geschonken. Ja. En hoe vaak ga je dit doen, Bobby? Wat is de bedoeling? Nou, er zijn, laat ik het zo zeggen, er is momenteel is er voor zoveel geld nu al binnengehaald door Tielse bedrijven. Kun je er een paar noemen voor hoe gaat dat dus werken? De Rotary. We zijn gewoon bij allerlei Tielse bedrijven langs gegaan van, we hebben dit conceptje liggen en hebben jullie daar, een bepaald bedrag voor over om daar een sponsoring aan te geven. Oké, en daar heb je dus al gehoor aan gevonden? Ja, laat ik het zo zeggen, we kunnen nu een heel seizoen kunnen wij al gaan schieten daarmee. Super. Ja, dus dat is in ieder geval een heel goed begin daarvoor. Wat leuk. Ja, ik ben zelf ook. En ben jij zelf een goede sjoeler? Ik moet heel eerlijk zeggen, nu, kijk, op een gegeven moment gaat zoiets leven, hè? Dan heb je het in je hoofd en dan, jullie kennen dat vast wel, dan zit je de hele dag mee in je hoofd. Nou, op een gegeven moment met oud en nieuw, toevallig een avondje vrij, denk je, zullen we weer eens gaan sjoelen? En nu, normaal gesproken, gaat er weer naar zolder en die komt er pas ooit weer een keer tevoorschijn wanneer heel toevallig iemand het een keer zegt. Maar we hebben hem even beneden laten staan en nu gaan we,
Dus ik denk dat ik ook nog... we gaan een Nederlandse kampioenschap hier organiseren. Ja. Je gaat nu wel heel hard, hè? Nou, we moeten ergens een beetje ambitie hebben. Ja. Nee. Bobby, jij doet nog heel veel andere dingen. Ja. Hè? Ja. Ook jouw zangcarrière. Kun je daar, hoe sta je ervoor? Wat doe je? Ik moet heel eerlijk zeggen, de laatste keer dat ik hier ben geweest... was met mijn nieuwe single Toen Jij. Ja. Mooi nummer trouwens. Dankjewel. Die is, moet ik zeggen, weer heel goed ontvangen. Het was daarvoor een tijdje stil geweest. We zijn wel weer de top 40 ingekomen daarmee. Momenteel is het wat rustiger daarmee. Ik heb een ander jobje erbij gekregen. Ja, want je bent een duizendpoot, hè? Want jij bent ook nu op dit moment de kracht achter de huidige Bellevue. Ja, ja. Het concept wat daar uitgerold is. Ja, klopt. Hoe loopt dat? Boven verwachting. Nog zitten, hè? Ja, zeker. Ja, nee, boven verwachting goed. Wij hebben toen gezegd vanuit de familie uit van voorlopig blijven wij de horeca zelf doen in het pand. Met het conceptje puur feesten en partijen. Bruiloften. Maar ook op de zakelijke markt, zoals seminars, vergaderingen. Maar ook gewoon 50-jarige feesten. Dat soort dingen. Fortiel, heel breed. Ja, ja. Ik heb een drietal zalen hier in Bellevue die ik daarvoor vuur. En dat gaat boven verwachting goed. Ja, ja, ik mag momenteel niet klagen. Ja, nou goed, dus je bent een bezig baasje. Ja, ja, maar... Ja, een jonge knul nog, hè? Ja, ik wil zeggen, lekker, hè? Ja, ik hoorde net dat ik wat witjes zag, maar dat hoort erbij. De adel in Nederland is nog altijd blank. Ja, kijk, weet je wat het is? Als je ergens plezier in hebt, dat merken jullie zelf ook met de StadsCV, want ik zie dat jullie altijd overal zijn. Als je ergens plezier in hebt, dan kost het niet zoveel moeite. Ja, dan doe je dat. Dan ga je daarvoor. En ja, kijk, nu is het dan even iets minder muziek en iets meer focus op Bellevue. Wanneer... Uiteindelijk, we zijn natuurlijk al, dit is ook weer natuurlijk in opbouw voor mij. Het is allemaal redelijk nieuw. Het past ook nog een beetje bij je studie, hè? Dat doe je namelijk ook. Ja, ja, ik mag hier ook stage lopen, dus dat is ook handig. Ja. Ja, studie heb ik er ook nog een beetje bij lopen. Want wat doe je precies? International Media and Events. In Tilburg? Ja, dus een commercieel economische opleiding. Dus dat is ook niet misselijk? Nee, dat hoort er ook nog een beetje bij. Ja, ik moet eigenlijk zeggen dat dat nummer 1 is, hè, van mijn ouders. Maar, ja. En natuurlijk is dat ook zo. Nou, ja. En binnenkort dan, Sjoelen voor goede doelen. Ja, ja. Goede doelen. Goede doelen. Sjoelen voor goede doelen. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Wordt er volgens mij een ontzettend leuk programma op de zender voor ons erbij. En we gaan jou er veel succes bij wensen. Dankjewel. En dan is het nu tijd voor de straatpraat. Vindt u vrijwilligerswerk belangrijk? Ja, doe ik ook zelf. Ja, wat voor werk doet u? Ik werk in het Vrijthof, tafels dekken. Vindt u vrijwilligerswerk belangrijk? Ja, daar doe ik ook aan mee. Oké, en wat doet u? Ik zit bij de archeologievereniging in Tiel. Goedemiddag, ik onderbreek jullie. Even een klein vraagje. Vindt u vrijwilligerswerk belangrijk, mevrouw? Ja hoor. Ja. Ja. Doet u zelf ook aan vrijwilligerswerk? Ja, ik ben vrijwilliger op het Thomashuis. Wat goed. Ja. Ja, en nu meneer? Ja, ik vind vrijwilligerswerk wel goed, ja. Ja. Ik doe het zelf niet. Goed, de maatschappij draait er wel op, hè? Ja, draait er wel om, ja. Hallo, een vraagje. Vindt u vrijwilligerswerk belangrijk? Dat is best wel belangrijk, denk je. Ja. Doet u zelf iets van vrijwilligerswerk? Nee, niet echt. En waarom is vrijwilligerswerk belangrijk? Nou, om anderen te helpen, denk ik. En wat vindt u van vrijwilligerswerk? Ik vind dat verplicht is. Het zou goed zijn als iedereen minimaal een dag per jaar, ook in zijn werkzame leven, wel een dag aan besteedt. Buiten de mensen die gewoon hun vrijwilligerswerk in verenigingsband doen. Maar alle carrièrejagers mogen ook wel eens een keer een dag wat doen, lijkt mij. En doe je zelf vrijwilligerswerk? Ik ben voorzitter van de jeugdvakantieweken, maar hierbij stel ik mijn functie beschikbaar. We zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ik heb het nu 6 jaar gedaan, dus dat is voor nu even mooi. Mijn kinderen zijn allemaal kandidaat af van deelname van de jeugdvakantieweken. En het wordt nu weer tijd voor andere zaken, maar ik blijf wel vrijwilligerswerk doen. Ik zit ook nog bij de corso van de Passewaai. En op school doen we het nodige. Maar dat is ook noodzakelijk, denk ik. Wat vindt u van vrijwilligerswerk? Is dat belangrijk? Ja, dat is belangrijk, ja, tuurlijk. Doet u zelf ook vrijwilligerswerk? Nee, ik doe het zelf niet.
Nee, nee. Meneer, mag ik u een klein vraagje stellen? Ik ben hartstikke vriendelijk. Nou, ik ben hartstikke aardig, toch? Meneer, mag ik u dan een klein vraagje stellen? Ja, zeker. Ja. Zeg maar. Vindt u vrijwilligerswerk belangrijk? Ja, zeker. En dat vind ik ook dat er moet nog gebeuren. Want er zijn een hoop mensen die nodig hebben. En tegenwoordig met die harde maatschappij, dat moet wel gebeuren. Anders, wat hebben die mensen dan? Klopt. Hebben een hele jaar, hele leven gewerkt. Op een gegeven moment hebben ze hulp nodig, dat wordt niet geboden. Dat vind ik triest. Ja. En in deze land, rijkste land, en niet gebeuren, dat vind ik onacceptabel. En ik hoop dat het wel gebeurt. En ik hoop dat in Den Haag mensen die zitten, moeten wat aan doen aan die mensen. Dat is mijn mening. Maar ik hoop dat er meer mensen het daarmee doen. Oké, fijn weekend. Vindt u vrijwilligerswerk belangrijk? Ja, het is wel heel belangrijk, ja. Doet u zelf iets van vrijwilligerswerk? Ja, op de vereniging waar ik lid ben. Heel veel vrijwilligers zijn dan nodig om de boel draaiende te houden. Meneer, klein vraagje. Hallo. Hallo. Vindt u vrijwilligerswerk belangrijk? Ik vind het belangrijk. Ik doe het zelf niet, maar ik vind het wel belangrijk. Ja. Waarom is dat belangrijk? Dan doe je wat voor je medemensen. En uw mevrouw? Ja, het is wel belangrijk inderdaad om iets bij te dragen zonder dat daar iets tegenover staat. Om gewoon mensen te helpen inderdaad. Vindt u vrijwilligerswerk belangrijk? Ik ben zorgverlenster. Dus ik doe al genoeg en thuis doe ik ook mijn man verzorgen die niet goed is. Dus ik heb voldoende. Ja, u weet wat het is. Ik doe het met liefde. Okay. Dus ja? Oké, daar. Meneer, vindt u vrijwilligerswerk belangrijk? Ja. En waarom? Nou, omdat dat dan mensen helpt die zelf niet in staat zijn om dingen te doen die ze graag willen doen, denk ik. Doet u zelf iets van vrijwilligerswerk? Nee. Ik ben wel met pensioen, maar wij besteden onze tijd om met vakantie te gaan. Dus ik ben veel weg. Ja, ik snap het. Ja, af en toe ben ik hier en ook heel vaak ben ik afhankelijk van de oppas perikelen van mijn kleinkinderen. Dus dat doet u wel? Op vakantie, ja, dat is ook een beetje vrijwilligerswerk. Ja. Tiel aan tafel, nu tijd voor de volgende gast en dat is Dick Derksen, bekend van vroeger van de SNS-bank, maar dat is al lang niet meer tegenwoordig, nog steeds actief in de jazzwereld. Stichting Klopt. Jazz Promotion Tiel. Dat is die. Ja. Wow. .nl. Wow. Ja. .nl. Dat is die. Ja. Dick, die jazzmiddagen. Ja. Dat is iets wat al jaren natuurlijk gaande is. Klopt. Een enorm succes. Zeker weten. En sinds het laatste seizoen zitten jullie in Buren, bij de Prinsenhof. Ja. Ja, wij bestaan, ik denk een jaar of 1, 22 inmiddels. Dus straks 25-jarig bestaan, hè. Dan moeten we helemaal een groot feest maken. Dat is logisch, hè? Dat is een jaar of vier dan, neem ik aan. Een jaar of 3, 4. Ja, logisch. Ja, hè? Dan zijn jullie er ook weer bij. Vast en zeker. Ja. Dan wordt het vast een jazzmiddag. Ik denk het wel. Zeker weten, ja. En wij organiseren inderdaad elke tweede zondag van de maand een heel gezellige jazzmiddag. Jazz van 2 tot 5. Van 2 tot 5. Vroeger klonk het beter, jazz van 2 tot 6. Maar de orkesten spelen maar 3 uur, dus dan... Vandaar. Vandaar dat we het om 5 uur hebben. Ja, en van 3 tot 7, dat is helemaal niet zo. Dat klinkt helemaal niet, hè? Van 2 tot 5. Nee, goed. Maar die middagen die zijn hartstikke druk bezocht en die zijn supergezellig. Hm. We hebben er opnames van, maar daar gaan we eerst even naar kijken. Mevrouw Bakker, u bent hier bij de jazz van 2 tot 5. Zo is het geloof ik de officiële naam. En waarom bent u hier? Ik hou ontzettend veel van dansen. En dansen is mijn passie. Samen met mijn partner komen we eigenlijk al jaren op jazz of festivals of jazzmiddagen. En daar halen we zoveel energie uit. Dus dansen hoort bij ons. Waarom specifiek hier in Buren? Buren, dat is mij bekend omdat mijn zoon hier in de buurt woont. Dus ik ben Buren leren kennen door eigenlijk de enthousiasme en het wonen hier, de omgeving, de mooie omgeving. En Tiel, Echteld, Buren, perfecte locatie. Wij genieten hiervan.
Wij komen hier elke maand komen we hier in. Het is voor ons net een familie. Want door de loop der tijd, dan leer je elkaar toch wel een beetje privé ook kennen. En dan is het toch wel leuk dat je hier één keer in de maand zo'n jazzmiddag hebt. Het is niet alleen muziek en dansen, het is ook een beetje bijpraten. Een beetje sociale contact. Een grote vriendenclub dus. Alleen maar. Jazz, maar wel op niveau? Redelijk niveau, dat verschilt nog wel eens. Ik ben zelf Dixieland liefhebber, Chris Barber, Ecke Bilk, die is pas overleden. Maar Dutchwing College Band hier in Nederland. Maar niveau kan nog wel eens een beetje verschillen. Maar voor Nederlandse begrippen is dit een redelijk niveau. Komt u hier dus voor verschillende disciplines naartoe, hè? De gezelligheid, de muziek. De muziek, dansen. En het dansen. Dansen. Ja, mijn vriendin en ik die willen alleen maar graag dansen. We bereiden ons ook thuis voor om er leuk uit te zien, om een beetje. En we verheugen ons erop om te gaan dansen. Is Buren de enige plaats waar je naartoe gaat? Of gaat nou, we gaan wij. Nou, sorry, dat was een gezellige bedoeling daar. Ja, Buren, hè? Geweldig. Wat heerlijk, een sfeer. Heerlijk. En die muziek. Is dat altijd zo? Dat is altijd zo. Ja. Wij pretenderen de gezelligste jazzclub van Gelderland te zijn. Is dit nou een besloten club of kan iedereen hier naartoe? Iedereen kan er naartoe. Er is helemaal niks beslotens aan. Iedereen is welkom. Het is alleen een tientje entree per persoon. En dan ben je een hele middag onder de pan. Maar dan heb je ook een reuze gezellige middag. En kwaliteit. Ja, en een topband inderdaad op de podium staan. Ja, we hebben alleen maar de subtop. Hè. De top is niet te betalen. Maar de subtop. En dat is fantastisch. We hebben inderdaad in het begin uiteraard in Tiel gestart. Hier, nee, niet hier, maar in de beurs. Ja. Toen hebben we nog gezeten bij Van Rossum. Daarna bij Van der Valk. En de laatste paar jaren in Echteld. Ja, maar dat is niet meer waar we bovenop nee. Gesloten. Ja, dat klopt. Maar dus, ik hoorde mensen wel heel erg lyrisch zijn over de Prinsenhof. Fantastische zaal. Ja. Ja, echt hele goede zaal, goede bediening, vlot, leuk. Leuke mensen, maar ook een mooie locatie natuurlijk. En centraal in het riviergebied. Klopt. En elke zondag of elke tweede zondag dan is die zaal, dan is die weer anders ingericht. Ene keer met ronde tafels en witte kleden en nou, noem maar op. Het is gewoon heel gezellig, sfeervol. Ja, nou, dus we hebben het allemaal naar ons zin. En vooral de bezoekers hebben het naar de zin. En ja, daar gaat het om. Hè. Ja, een beetje voortbedurend nog op het themajaar van de gemeente Tiel van vorig jaar, senioren. Als ik dit dan zie, dan denk ik, nou, dit is natuurlijk het perfecte uitje. Ja. En je hoeft natuurlijk, want ik vond het ook erg leuk. Ben je ook een senior dan? Want nou, dan zou ik best wel heel graag dat willen zijn, ja. Ja, 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 okay. Ja. Nee, dit is natuurlijk voor iedereen geweldig. En voor iedereen de sociale is contact en de gesprekjes. Klopt. Maar de gedrevenheid ook van met name het bestuur, hè? Ja. Natuurlijk jijzelf, maar de andere maar twee ook. Met z'n drie, hè? Precies. Kijk, Lina is secretaresse, Lina van Brink. En dan hebben we Wim Bolbedijk, ook bestuurslid, de Kapelle Havezaat. En met z'n drieën regelen je welk orkest gaan we inhuren dit jaar. Hè, je luistert het is natuurlijk ook een feestje om te doen. Is het ook. Ja, maar ik vind dat we best wel stiekem ook wel wat uurtjes in gaan zitten. Uiteraard. Ja. Ja. Is er alweer toenadering gezocht met bijvoorbeeld Jazzy Tiel? Ja. Kun je daar iets is er al nieuws te melden? Nou, nog niet echt nieuws. Ik heb wel contact gehad, wat we vroeger ook wel hadden, met Pieter van den Burg natuurlijk. Van Jazzy Tiel, ja. Van Jazzy Tiel. En toen Pieter ging starten, hebben we gesprekken gehad. We hebben één keer wat samen gedaan in 22. En daar is het bij gebleven. Dus we hebben nu een telefonisch onderhoud gehad. En gezegd van, nou, we moeten toch weer eens even aan de keukentafel gaan zitten. Ja, misschien is de tijd er nu rijp voor om wel het een en ander te gaan doen. Ja, misschien dat je iets samen kunt doen in de Agnietenhof. Of, nou, leuk, we moeten daar even over babbelen. Maar ja, het hangt, of het valt of staat, met de pecunia. Hè? Met de centjes. Met de hoe centjes. Staan jullie ervoor? Hebben jullie het moeilijk of is het allemaal wel te behapstukken? Wij kunnen het op dit moment behapstukken. Oké, dus jullie zijn een gezonde vereniging, zolang stichting. Zolang wij voldoende bezoekers krijgen. En ik moet zeggen, de bezoekers die wij krijgen, die komen in feite uit het hele land. Hè. Wij hebben, ja, ze komen overal vandaan. Ja. Het is, dat komt van de mond-op-mond reclame? Ja, dat denk ik. Het is Veenendaal, Gorinchem, Zeist, Driebergen. Rotterdam. Toen wij er waren, was er ook iemand uit Frankrijk. Ja, er was ook een speciaal voor die middag. Speciaal voor die middag, voor dit orkest. Dat is toch fantastisch? Ja, dat zegt wel wat. Hè? Ja. 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 Ja, leuk, die komen af en toe komen ze kijken. Want het is natuurlijk toch wel een eindje rijden. Hij rijdt iets van 300, 350 kilometer. Of doet hij dan vernachting in?
Nou, maar die is lyrisch van die orkest. En die man die geniet, dat is fantastisch. Nou, mooi. Ja, Dick, leuk. Als mensen meer informatie willen vinden, dan kan dat op, wat was het ook alweer? De website. Op de website www.stichtingjazzpromotiontiel.nl. Precies, dat was het. Jij wou het mij laten zeggen. Ja. Ja, ik had het kunnen zeggen, ja, inderdaad. Ja, ja. Stichtingjazzpromotiontiel.nl. Daar staat daar staan alles alle data. Nou, dat is iedere tweede zondag van de maand. Ja. Prinsenhofburen kan eigenlijk niet missen. Kan niet missen. Mensen kunnen natuurlijk ook kijken op de Prinsenhof. Ook die heeft onze agenda op de site staan. Nou, dat kan niet missen. Een impressie was juist te zien in het programma. Reden genoeg om eens een kijkje te komen nemen. Daar is een feestje van jullie. Zeker weten. Ja, ja. Zeker weten. Nou, gewoon lekker vooral zo doorgaan. Complimenten voor het maandelijkse feestje wat jullie organiseren. Ik vind het echt geweldig. Heel veel succes. En ik hoop jullie nog wel eens een keer met de camera te zien. Ja, wat mij betreft. Want het gaat nu dus door tot april, hè, tot en met april. Nu 8 februari weer met JJ's Border. Dat doet ik hem, ook een hele goede band. En dan hebben we in april nog. En dan gaan we stoppen tot september. Dan beginnen we met het festival, ook in Buren. En oktober starten we weer bij de Prinsenhof met de jazzmiddagen. We gaan er aandacht aan besteden, Dick. Graag. Bij deze beloofd. Oké, dankjewel. En Tiel aan tafel, nu tijd voor het bloemetje van de week. We zijn hier bij de Viergravinnen om een bloemetje aan te bieden aan Jenny Heidstra. Dat bloemetje wordt haar aangeboden door haar eigen man, die ontzettend blij met haar is. Geb, de man, de aanvrager, is heel erg ziek en hij waardeert ontzettend wat zijn vrouw allemaal voor hem doet. En dat wil hij op deze manier aan haar laten merken. Hallo. Goedemiddag. Ik ga even aan deze kant. Aan welke kant? Aan jouw kant. Jenny, ja. Wij komen met een heel mooi bloemetje voor jou. En dat is aangevraagd door jouw eigen man, Geb. Ik ga die bloemen gewoon geven. Ik denk dat ik wel lief vind. Oh, zoveel van jou. Ik kan je nog niet mis. Oh, het komt heel erg binnen, hè? Ja. Goed, ik denk dat de bedoeling heel erg duidelijk is. Ja. Hij is zo ziek. Ik dank je hartelijk. Al Geb dus. Ja. Wat een enthousiaste mensen toch weer in deze aflevering van Tiel aan tafel, Sari. Ja, absoluut. Leuke, enthousiaste en ambitieuze mensen. Dick Derksen natuurlijk, dat feestje met die jazzmiddagen. Mm-hmm. En Bobby, die voor ons, voor de Stadstv, Shoot Le voor goede doelen gaat doen. Ik ben benieuwd. Ik vind het heel erg leuk. Goed. En natuurlijk hadden we de vaste ingrediënten. Als mensen trouwens een bloemetje willen aanvragen, Sari, hoe gaat dat in zijn werk? Ze kunnen naar de winkel van Magiel stappen om daar een aanvraag neer te leggen. Mm-hmm. Ze kunnen naar de Stadstv-app. Ja. Of ze kunnen een mailtje sturen naar info@stadstvtiel.nl met het verhaaltje waarom iemand dat bloemetje verdient. En dan gaan wij het in orde maken. Oké. Nou, dit was hem weer. Dit was hem weer. Tot de volgende Tiel aan tafel.